waar het daarvoor behelderd was gespeeld voor de ploegen van Ierland en Nederland. De eerste kwalificatiewedstrijd van het Nederlands voetbalelftal na het Europees voetbalkampioenschap in Italië. En u weet, de kwalificatie voor Spanje, het wereldkampioenschap 1982, is nu aan bod. Het Nederlands elftal met 4 debutanten. Ik zal u de opstelling van het Nederlands elftal geven, want de namen zijn inmiddels al enige tijd terug op het scherm hier verschenen. Het Nederlands team speelt met Joop Hiele in het doel, de 21-jarige keeper van Feyenoord, debutant. Benny Wijnstekers rechtsachter. Spelbos, de tweede debutant, 26 jaar van AZ. Als voorstopper Michel van der Korput, Ernie Brandt. Op het middenveld Frans Thijssen, Dick Schoenaker, Jan Peters, de aanvoerder ook vanavond hier. En Jan van Dijnse, de derde debutant in de Nederlandse ploeg. De 27-jarige Feyenoord middenvelder. En in de voorhoede, een tweemans voorhoede bestaande uit Simon Tahamata, onder nummer 11. En de vierde debutant, nummer 10, Twaan van Mierlo, 23-jarige Willem Tweer. Kortom, het Nederlands elftal dat hier aan de start verschijnt voor die belangrijke wedstrijd tegen Ierland, bestaat uit een erg jonge ploeg, een onervaren ploeg, gemiddelde leeftijd 25 jaar precies. Ierland heeft in groep 2, waar ook nog Frankrijk, België en Cyprus uitkomen, terwijl u kijkt naar Frank Stapleton, al 1 wedstrijd gespeeld. Op en tegen Cyprus met 3-2 gewonnen. En Nederland, zoals gezegd, begint dus hier aan zijn eerste wedstrijd. Een stadion met pakweg 25.000 toeschouwers en geen lichtinstallatie. En het is hier 6 uur en het zal wel eens tegen het einde van de wedstrijd perikelen kunnen geven met het licht waaronder gespeeld zal moeten worden. Daglicht dus. Benny Wijnstekers in uw beeld. De nummer 2. Het Nederlands elftal dat erg gespannen is in de voorbereiding op deze wedstrijd. Omdat, zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, bondscoach Mark Kruijs veel risico heeft genomen met het samenstellen van dit Nederlands team. 9 namen ontbreken ten aanzien van het recente Europees voetbalkampioenschap. Rep, Koster, Nanninga, Hovenkamp, Kist, Krol, Haan, René van der Kerkhof en Huub Stevens. Ze allen zijn er niet meer bij. Dit Nederlands elftal moet een aanzet gaan vormen voor een nieuwe toekomst van het Nederlandse voetbal. Maar het blijft een groot vraagteken en hier de aftrap. 90 minuten later zullen we weten waar het Nederlands elftal op dit ogenblik staat. De eerste ingreep van Spelbos. En Schoenaker. Joop Hiele in het doel bij het Nederlands elftal omdat de bondscoach Mark Kruijs van mening was dat Hiele op het ogenblik een betere vorm van de dag heeft dan Van Breukelen, de man die erbij was als derde keeper in Italië. Had gerekend op een uitverkiezing hier, maar toch dus Hiele, omdat hij meer bravoer zou hebben. De trap van David O'Leary. Grealish. En Ierland via links achter Newton. Richting Stapleton. En het hoofd van Ernie Brandt. Jan Peters. Wijnstekers. En komt er goed uit. Schoenaker. Peters. De heren spelen met de ploeg voornamelijk opgebouwd uit spelers die in de Engelse League actief zijn. De bekendste is natuurlijk nummer 7, Liam Brady. De man die nu bij Juventus speelt. In voorgaande jaren bij Arsenal. En voor veel geld naar Ierland is gekomen om deze interland te spelen. Ik zei, Brady speelt onder nummer 7. Het is nummer 6, zie ik nu. Daar dus. De eerste aardige bal van Brady. En de voorzet. Weghaalt de brand. Stapleton schiet. En nog eens Stapleton. Hier is hier Frank Stapleton, de aanvaller van Arsenal. De eerste kant voor Ierland. De trap van Hiele. Richting Van Mierlo. Lenken, de rechtsachter van Ierland. Stapleton met Spelbos in de rug. Thijssen.
Overtreding, vrije trap is voor Nederland, zegt de Deense scheidsrechter Henning Loen Seurensen. Een man met niet al te veel internationale ervaring, die hier vanavond dat u wel leidt. Jan Peters. Van de Korput. Wijnstekers. En Thijssen. Die het aardig doet. Schoenhaker. Wijnstekers met een erg klein speelveld. En Peters misschien. Nee. De sliding was van Lawrence. Daly. Richting Stapleton. Weggetrapt door Brands. Er staat een erg harde wind over het veld, dat heeft u inmiddels al kunnen concluderen. Dwars over het veld. Maakt het voetballen wellicht iets lastiger. Grealish. Met Schoenhaker. Brady. Hughton. En Wijnstekers. Inworp van Brady op Pierce O'Leary aan zijn broer David. Hughton. Ingrepen van de Korput en van Mierlo. Verlies van Brady. Inworp voor Nederland. En hier op de voorgrond zag u even het hoofd van Owen Hand. De eerste bondscoach die eigenlijk vanavond voor het eerst officieel bij zijn ploeg is. Trap van Hiele. Rechtstreeks naar Peten aan de andere kant. David O'Leary. Stapleton. Met Brands. Grealish. En Gibbons met Spelbos. En de zaak is opgelost. Wat kunnen we in die beginfase van het Nederlands team verwachten? De bedoeling is dat Oranje hier achterin een gordel op gaat bouwen om die eerste aanvalsgolf enigszins op te kunnen vangen. Een klein speelveld maken en dan kijken wat er kan worden gedaan met de counter. Die hebben bijvoorbeeld Schoenhaker. Richting van Mierlo. Ingreep David O'Leary. Hughton en de inworp voor de Ieren. Achterin met Nederlands elftal heeft Spelbos positie gekozen bij Gibbons. En Brands bij Stapleton. Terwijl Van Dijnsen dus de opkomende mensen op links moet opvangen. En Van de Korput de vrije man is. En Van Dijnsen zal ze dus voornamelijk bezig moeten houden met Jerry Daly. De man die aan de rechterkant opkomt bij Ierland. Van de Korput richting Tahamata. Het hoofd van Lengen. En de overtreding van Simon Tahamata. En 11 Nederlanders op eigen helft, wachtend wat de Ieren gaan doen. Brady. Op Jan Peters. Piers O'Leary. En daar moet Hiele komen. En daar is hij. Thijssen. Van Dijnsen. Tahamata. Thijssen. Van Dijnsen. En ingreep van Lengen. Balbezit van Hughton, terwijl Nederland dan achteruit gaat. Onmiddellijk de positie afschermend. Grealish. Stapleton. Lengen komt op. Tahamata is terug. Lengen. Richting Brady. Pijnstekers. Tahamata, balverlies op Lengen. Brady.
Ingreep Wijnstekers. En Jan Zwartkuis met Johnny Metgold en Hans van Breukelen. Brady. Stapleton die duwt daar, dacht ik. Mag toch doorgaan. Hoekschop. Eerste hoekschop voor Ierland in de 9e minuut van de wedstrijd. Stand 0-0. Hoekschop komt van Jerry Daly. Nederland is geblesseerd in het strafschopgebied, maar Jurten mag doorgaan. Dat was Brands. Schot van Grealish. Schoenhaker. Balverlies van Peters. En de kans van Brady en Hiele. Op het randje van buitenspel, maar toch, het mag doorgaan. Tweede kans voor Ierland. Liam Brady. En zo komt Hiele er natuurlijk lekker in. Het is de verwachte moeilijke beginfase voor het Nederlandse elftal hier. Thijssen. Brady. Toen zag die opening. David O'Leary. Richting Jerry Daly. En Wijnstekers. Schoenhaker. Tijd roept hier tegen. Peters. Van Milo komt. Houdt de bal wel binnen en bereikt zo een inworp voor Nederland. Schoenhaker. Werd aangetikt voor de regel Nederland. En de hoekschop, zegt het deze scheidsrechter, dus geen doeltrap. Eerste hoekschop voor Nederland. En dan komt Ernie Brands mee naar voren toe. En staan er dan veel Nederlanders in dat stadsgebied voor Peter. Hoekschop van Tahamata. Weggestopt door Peter. Daly. Richting Gibbons. Onderschept spelbos. Malverlies van Daly. En de vrije trap voor Nederland. Jan Peters bij die vrije trap richting Wijnstekers. Met links weggehaald Piers O'Leary. Kippert. Krijgt een zetje mee van het Schoenhaker naar de vrije trap voor Ierland. Brady. Schoenhaker jaagt en wint Tahamata. Schoenhaker. Verliest van Grealish nu. En Brady. Grealish buitenop. Dat komt. Grealish. Gibbons. Het Stapleton voor het doel. Achterin daar. Hier lees het uit. En het doeltrap. Niet meer dan dat. De voorzet was van deze man. Don Gibbons. Man met de meeste ervaring in de eerste ploeg. Hij speelde 50 in het land. En in dit Nederlands elftal is Jan Peters met zijn 20 in het land. De meest ervaren speler, althans op papier, van het Nederlandse team dus. Van de Korput. Van Dijnse. En Peters. Thijssen. Wijnstekers. Van Mierlo. Peters draait aardig weg van Laurensen. Peters richting van Mierlo, buitenspel, zegt de grensrechter. En dus wordt 12 van Mierlo teruggefloten. Maar met een opmerkelijke carrière. Speelde 4 jaar terug nog bij een amateurclub. Kranenvogels in Zoerendonk. Werd min of meer door PSV te licht bevonden.
En is nu dus debutant in het Nederlands elftal. David O'Leary. Trap van Piers O'Leary. Stapleton. Thijssen. Wijnstekers. Van Bierlo. Op Houghton. De paas van Stapleton was knap. Op Brady. Lawrence. Dan komt het schot. En het is gevaarloos. Nummer 8. Mark Lawrence. Klein kwartier gespeeld. Dat is de trap van Joop Hiele. Richting van Mierlo. De overtreding van Piers O'Leary. De vrije trap van Peters. Richting Thijssen. Ziet er goed uit. Thijssen op de lat. Ja, het zag er uitstekend uit zelfs, die vrije trap van Jan Peters. Richting Frans Thijssen. En dan heeft Nederland zo waar zijn eerste kans gehad. Een goeie ook. Hier de paas van Peters, daar Thijssen. En op de lat. Jammer. Brands. Schoenhaken. Hier wordt voor Nederland. Stapleton drift of volgt, vandaar dat hij ook wel eens aan zijn rechterkant komt, terwijl hij puur linksbenig is. Het hoofd van Piers O'Leary. Weghaalt het David. Spelbos, terug met Schoenhaken, met toeval. Thijssen. Richting Jan van Dijn. Hamata. Nog steeds. De bal is binnengehouden. Houghton. Ik zei net bij de buis dat Brands zich bezig hield met Stapleton. Dat is Spelbos hier. Brands kippert is de combinatie. Grealish. Brady. Ingreep van Wijnstekers is uitstekend. Hier Liam Brady. Lenken. Richting Gibbons en Brands. Overtreding van Andy Brands. En dan schuift het gehele veld weer in elkaar. Tot een man of 12 in het doelmond voor Joop Hiele. Brady. Richting Gibbons en Stapleton. Schoenhaker. Van Mierlo. Komt er aardig uit, Peters. Buitenspel. En er wordt voor geplakt en gefloten. Richting Tahamata. Van Dent gaat de hoek in. Met Lenken. En die greep vrij fanatiek in. Van Dent richting Tahamata. Obstructie lijkt me dat. Tahamata werd de weg versperd. Werd niet voorgevloot. Brady. Op David O'Leary. Brady. Hij heeft min of meer indirect te maken met Schoenhaker, die op afstand blijft.
moet afwachten wat Brady gaat ontwikkelen. Peters. Brady. Overtreding van Brands. Ja, dat zag de D niet. Dat is prettig voor Nederland. Van Dijnsen. Tahamata. Ingreep van de Lenken. Opnieuw aan de bal. Van Dijn. Van de Korput. Wijnstekers met alleen Peters vooruitgeschoven nu. Van de Korput komt. De bal komt er niet. De reservebank van Ierland, zag u. Grealish. Richting Stapleton. Overtreding van het spelbos. Nieuwe vrije trap. David O'Leary. Vaak is het hoog, zoals nu. Het hoofd van het spel was opnieuw van Mierlo. Vergat die man achter zich, dat was Liam Brady toevallig. Het herstel van Mierlo ten koste van de hoekschop. En nu komt David O'Leary mee naar voren toe, de lange stopper van Ierland. Er is hoekschop van Daly. Brand in de rug, goed. Bij Kippert, Tahamata. Peters. Buitenspel van Schoenaker. En terecht voor gefloten. Duidelijk zijn dat in deze beginfase althans dit Nederlands elftal zich compleet instelt op zijn tegenstander. En afwachten wat die doen. Daar is samengepakt. Volgende keer van de Korput. Schoenaker. En opnieuw Grealish. David O'Leary. Brands. Tahamata. En Lenken. Piers O'Leary, het goed gestoord. Nederland valt er goed aan, vandaar dat er nu balbezit is. Tahamata. Van Mierlo. Lenken. Brady. Lenken. Spelbos. Ja, in Spelbos en Brands. In Spelbos heeft Nederland natuurlijk wel erg grote mensen in de lucht. Spelbos is 1,92 meter. David O'Leary. Lenken. Kippens. Daly. En een hele kleine ruimte. Grealish. En buiten spel. Ik heb het goed gegeven door Michel van de Korput. Thijssen. Misschien wat ruimte voor Peters. Die paas is slecht. Brady. Grealish. Daly. Brady. Opnieuw Daly. Maar dan overtreding van de Schoenaker. En de rustige fluit de Deense scheidsrechter correct. Dit is ook zuiver de vrije trap voor Ierland.
25 minuten gespeeld. Eén kans voor Nederland, die bal van Thijs op de lat. Voor het overige aanvallend werk van de Ieren. Brady bij die vrije trap met Daly naast zich. En nog eens. Brady schiet. En Hielen zag het overgaan. Liam Brady die voor erg veel geld naar deze wedstrijd is toegehaald. En ook de verzekeringen logen niet op, want Juventus eist het toch een behoorlijke zekerheid. Schoenaker van Mierlo. Newton. Spelbos. En de inworp van Brady. Ja, laat de bal vallen en dan zegt het een terecht. Ga maar door. Wijnstekers. Nederland komt uit. Van Mierlo. Schoenaker is mee. Aan de linkerkant zijn Thijs en Tahamata. Jan Peters. Paas was te moeilijk. Wel een nieuwe hoekschop voor Nederland. Waarvoor Simon Tahamata zich meldt. En nu is Spelbos als lange vent mee voorin. Tahamata dus. Het is een korte. Krijgt wel een herkanting. De derde hoekschop voor Nederland. Tahamata. Nu lijkt hij beter. Weghaalt het beter. Schoenaker bij de eerste paal. Daarachter Van Mierlo. En verder in het strafschopgebied Spelbos. Daar komt hij. Richting Spelbos nu. En het hoofd op de handen van Peter. Brady. Van de Korput. Dijntje. Opnieuw van de Korput. Binnendoor. Brands. Thijssen. Wijnstekers. Tahamata. Wijnstekers. Buitenspel van Tahamata. De eerste coach had aangekondigd dat we zullen gaan spelen met een 4-2-4 formatie. Met Daly en Brady voorin aan de flanken. Maar het blijft duidelijk het Engelse systeem, wat hier wordt gehanteerd met twee centrumspitsen naast elkaar. Waarop Spelbos en Brand zich kunnen inschakelen. En ook tot dusver weinig vrij voetbal. Van Mierlo. Met Thijssen. Daar komt de paas richting Thijssen. Grealish is terug. Hij doet het zo. Lenken. Spelbos. Correct en die geeft het weg volgens Seurensen. Peters. Van Mierlo. Schoenaker, te simpel. Brady. En Thijssen was terug. Trap van Hielen. David O'Leary. Thijssen. En Lenken. Peters. Schoenhaker bijna. Newton. O'Leary, ontweek van Mierlo. En daar is dus weer die gordel van Nederlanders. Wacht op tot wat komen gaat. Stapleton.
Grealish met Van Dijnten. Brandt, trapt weg. David O'Leary. Stapleton. En opnieuw Brandt. Inworpen Lenken. David O'Leary mag de trap geven. Daar komt hij. Richting Givens. Die komt ook. En Hiele komt eruit. En Van de Korpen. Zag er even dreigend uit. Van de Korpen. Peters zou kunnen. Daar. Uitstekende paas. En nu. Jan Peters. Met David O'Leary. En die redt de zaak voor Ierland. Half uur gespeeld. Voor de eerste keer komt Nederland er eigenlijk uit zoals het moest. Afgezien van die kant van Thijssen. Peters was de man die de ruimte inging en de paas kreeg. Grealish. Wijnstekers. Opnieuw Grealish en Brady. Met de Hamata voor zich nu. Hier komt eruit. De vak. Appel van Ierland voor vasthouden van Stapleton, maar dat werd genegeerd. Spelbos. Buitenspel leek mij het van Zamirlo. David O'Leary. Piers O'Leary. Een slechte trap. Spelbos. Schoenhaker gaat door. Rustig gespeeld van David O'Leary. Lenken. Givens. Overtreding. Brandt hing in de rug van Tom Givens. Vandaar die vrije trap. Brady. Kwam Wijnstekers tegen. Grealish. De hoge trap maar weer. Schoenhaker. Thijs inmiddels. Midden door een spelbos. Wijnstekers. En zo komt Nederland daaruit. Maar voor hoe lang? Piers O'Leary. Met Van Dijnt. Gibbons. Newton en David O'Leary. Dat is een goede beweging. Stapleton inmiddels. Stapleton. En Piers O'Leary. Gibbons. Aanval duurt voort. Hier Piers O'Leary. Geblesseerd. Lawrenson. Richting Daly. Brady. En dan, weggehaald. Maar hoe lang? Nu, Wijnstekers. Twee spelers liggen geblesseerd in het stadsgebied van de Korpen en Jerry Daly. Daar is het wacht op en daarvoor was er een appel voor het van de Nederlandse kant. Maar toch niet zeurend te doorgaan. Even ons nu trouwens. En nu is van de Korpen daar vrij lastig in het stadsgebied. Nu de vrije trap voor Ierland. En gaat zeurend kijken hoe het van de Korpen is. Erg moeilijke ogenblikken voor het Nederlands elftal hier. Onder druk gezet door Ierland. Met het heel eenvoudig voetbal. Hoge ballen via twee spitsen. En verder het maken van tempo. En Nederland heeft het daar erg lastig mee. Zoals eigenlijk ook te verwachten viel. En dan Van de Korpen die behoorlijk geblesseerd lijkt. Michel van de Korpen die tot dusver vier officiële wedstrijden heeft gespeeld voor het Italiaanse Torino. En wel voor de beker. En het daarin goed schijnt te hebben gedaan. Zij het wel als voorstopper. En niet als vrije man dat hij hier vanavond speelt.
Ja, Van der Korpen staat nu achter het doel. Om daar verder te worden behandeld. En hier een vrije trap voor Ierland. Ja, en dan moet Van der Korpen logischerwijs weg daar, bal naast de paal. Dan was het wachten gewoon op. Van Zwartkuis langs de kant inmiddels wat met peus in de wereld. En aanwijzingen geeft. De vrije trap. Brady. Had het gaan voor Daly. En doorgekopt tot schitterend. Ja, prima vrije trap. Daly, Stapleton, Brady. Dat was de bedoeling. Tot dusver is de conclusie juist dat Hiele hier vanavond attent keept. Thijssen. Vrije trap van Nederland. En nog steeds Van der Korpen achter het doel. Nu weer het veld in te trompelen. Het hoofd van Piers O'Leary. Kulisch. Lenken. Kulisch. David O'Leary. Lawrenson. En Piers O'Leary. Schoenhakers er even tussen. De trap van David O'Leary is goed, want Grealish loopt helemaal vrij uit de dekking. Van der Korpen schuift in. Hensel van der Korpen. Even buiten het stadselgebied. Die handbal van Michel van der Korpen. En opnieuw dus gevaar, want Brady kan die ballen vanaf die rechterkant met links aardig indraaien. Brady. Dit is Stapleton daar. En weggehaald. Brand. Uitstekende vrije trap. Stapleton doof naar de eerste paal toe. Toen Brady die bal indraaide. En weer net geen goal. De hoekschop van Daly. Brady springt. Weggehaald van Dijnsen. Peters. Richting van Mierlo. Maar meer dan de richting alleen is het niet. De laatste 7-8 minuten voor rust. Nederland zal erg blij zijn als het die rust ongeschonden haalt. Lawrenson, Brady. Lawrenson en Newton. Opnieuw hoog. Gekopt door Brady. En Hiele. Van Dijnt. En Zwartkruis schreeuwt langs de kant naar zijn achterhoede van schuif op, sluit aan. Moet ook wel kunnen. Van Mierlo. Schoenhaker. Ingreep David O'Leary. Lenken. Lawrenson en Piers O'Leary. Stapleton. Kippens. Op het training van Brandt. En Harry Brandt krijgt zo lekker dan van even de gele kaart. En misschien komt hij alsnog. Ja. De gele kaart voor Harry Brandt. 38 minuten van de wedstrijd. Na zijn overtreding op Don Kippens. Newton. Brady. En Wijnstekkers. Inworp Ierland. Piers O'Leary. Daar komt Hiele. Stop. Grealish. Er is totaal geen ruimte daar. Wijnstekkers. Overtreding van Brady. Er liep de Wijnstekkers op zijn hakken. Ook dat is gezien.
Thijssen. Moeilijk hoor. Richting Jan Peters, die even op de borst trapte van Don Gibbons. Stelpos. Van de Korpen. Brands op links loopt Jan van Dijssel enige tijd te wachten. En daar is hij dan. Tahamata. Ingreep van Lenken. In borg voor Ierland, zegt Seurensen nu. En ook pakweg 6 minuten in deze eerste helft. Piers O'Leary. Stapleton. En Brands. Bal is uit geweest. Newton. David O'Leary. Grealish. En Lenken. En nog steeds Zwartkruis langs de kant. Het zou een aardig shot zijn. Hard schreeuwend naar zijn spelers. David O'Leary ziet er niet sterk uit. Maar zijn broer herstelt het. Brands. Van Dijnsen. Met Liam Brady. Ingreep van Wijnstekers, terwijl die het dure stok heeft met Brady. O'Leary. Newton. Weer een ingreep van Wijnstekers. Die het druk heeft daar. Brady. Hoge trap. En de kans is hier van Lawrenson. De nummer 8. Mark Lawrenson. Ja, er moeten wel kansen komen omdat Nederland erachter in de wijnbal af en toe in die luchtduels wat moet prijsgeven. De bal viel neer voor de voeten van deze man. Hij schoot hem naast. Hiele. Jutten. Goed gekopt. Richting Stapleton, met Spelbos. Lenken. Lenken binnendoor. Lawrenson. Brady. Van de Korpen. Lenken, en dan de kant. Hiele, stop. En stopt goed weg ook. Peters. Als het Thijssen kan, daar. Thijssen. Schiet, dat was kansloos. Brady. Wijnstekers zoekt hem weer op. Dat heeft zich in het verloop van deze eerste helft gewijzigd. Die wordt op voor. Voor Ierland. En niet voor Spelbos. Brady. Het nieuwe Wijnstekers in zijn buurt. En hier Tahamata. Peters komt er niet aan. Piers O'Leary. David O'Leary. Quillish. Richting Daly. Weggehaald. Brands. 3-3 situatie. 3 Nederlanders, 3 Ieren. Peters. Schoenhaker komt bij. Van Mierlo. Schoenhaker. De ruimte lichter. Voor Peters bijvoorbeeld en voor Tahamata achterin. Dat komt er niet uit. Wel een hoekschop. De vierde voor Nederland. En dit was dan op slag van rust. Hier die kansrijke situatie. Hoekschop van Tahamata. Thank you.
weggehaald. En beentekens met Daly. Lenken. Opening richting Daly, die vrijloopt aan de linkerkant. En Joop Hiele, de man voor wie toch een aantal mensen bang waren, omdat hij nu eenmaal erg weinig ervaring kan inbrengen, heeft het in deze eerste 45 minuten goed gedaan. David O'Leary. Het is de laatste minuut van deze eerste helft. Lenken. Brady. Givens. Brady. Opnieuw Givens. Tama, dat stoort even. En de vrije trap voor Nederland. Of voor de regel, het laatste. Thijssen. Peters. Van Dijnsen. Schoenaker in het centrum. De trap. Quillies haalt weg. En Ierland weer. Brady. Twee Ieren met erg veel Nederlanders daaromheen. Brady. Wacht op. Het is terug. Quillies. Brady. En dan David O'Leary. Het balletje wat te kort is van de Korput. Van Mierlo. Peters. Brands. Wijnstekers. Van Mierlo. En Tamata. Tamata. Op snelheid. Is dan Lenken kwijt. Maar de bal ook. Tamata die het moeilijk heeft, maar dat valt eigenlijk wel te begrijpen. In deze wedstrijd worden spelers van zijn nu eenmaal erg weinig in de voeten aangespeeld. Is het wachten op een verdwaalde bal? Bovendien weet je dan nog een keiharde Ierse verdediger in je nek. Newton. En dan fluit Seurens af. De eerste 25 minuten zit erop. Het is 0-0 in Dublin. Dat is erg prettig voor Nederland. Omdat eigenlijk de Ieren veel meer kansen hebben gehad. Nederland had er maar één eigenlijk, een echte. Van Frans Thijssen op de lat, wordt overigens een voorsprong voor Ierland zeker verdiend geweest. Maar Zwartkas kan misschien in de rust orde op zaken gaan stellen waar het nodig is. Want Nederland heeft alleen maar gespeeld in deze eerste helft op overleven. Dat is dan gelukt. Snel terug naar de studio, want ik neem aan dat de tweede helft hier vrij vlot zal beginnen vanwege de invallende duisternis. 0-0 is hier de ruststand. Tussen aanhalingstekens dan, die tweede helft zal doorkomen. Met God dus in die tweede helft vrij verdediger in plaats van Michel van der Korput. Dat lijkt me een erg moeilijke opgave voor deze jongeman uit Noord-Holland. Van Dijnsen. En Johnny Metgod. En opnieuw Metgod. En opnieuw Hiele. Trap van Hiele richting Van Mierlo. Lenken. Van Dijnsen en Brands. Schoenaker. Van Mierlo, ingreep van Newton. Met God. Van Dijnsen. Brands. Tamata in de voeten. Hier. Tamata. Van Dijnsen. Richting de Schoenaker. Newton. En daar stond Van Mierlo. Die mag je inwerpen. Wijnstekers.
met Brady. En de doeltrap. Ierland dat hier vorig jaar heeft verloren van West-Duitsland. De vriendschappelijke wedstrijd en ook van Argentinië. Maar voor het overige alle interlands die meetelden voor het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap hier binnen ons heeft afgesloten. Onder meer tegen Frankrijk en Bulgarije. Je moet tot 1972 teruggaan om te ontdekken dat Ierland toen voor een EK-kwalificatiewedstrijd verloor. Dat was tegen Rusland. Stapleton. Thijssen. Met God terug is moeilijk. Daarom deze trap met links. De inworp van Grealish. Brady ontweek van Deinze. Maar niet Jan Peters. Overtreding van Jan Peters gebruikt zijn linkerarm. Vandaar die vrije trap voor Ierland. En die komt van Liam Brady. Nee, het is Lenken. Lenken dus. Richting Giffens van Hielen. Hier heeft eigenlijk een opmerkelijke carrière, want nog voor de avond van dit seizoen was hij in een drukke concurrentiestrijd verwikkeld met Tony van Engelen. Het leek er zelfs op dat Van Engelen dat ging winnen, maar bij de start van de competitie koos Jezek toch voor Hielen, die dan hier zijn debuut maakt. En een Ier die zijn tong naar u uitstak. Newton. Ingreep van Piers O'Leary. En vergeleken bij de eerste helft, nu een wat rustiger begin van de tweede. Rustiger dan van de kant van Ierland. Tamata. Spelbos is mee voorin. En de hoekschop van Nederland. Hoekschop komt van Simon Tamata. Met links. Thijssen kan niet koppen. Deli wel. Wijnstekers. Tamata. Peters. Loopt net goed af. Thijssen. Tamata. Spelbos. Peters. Spelbos met links ineens. En Beten. En de hoekschop. Jazeker, hoekschop van Nederland. Aardige langdurige combinatie van de kant van Nederland. En Peter niet erg overtuigend bij die inzet van Spelbos. Hoekschop van Tamata. Peter stoppelt van Deinze. En Jan Peters moet ineens. Dan komt het schot. En Peter. Ja, dat schot was knap lastig om met het bal voor Peter op de grond kwam. En zo heeft Nederland dan twee kantjes op één bij het begin van die tweede helft. De derde corner voor Tamata. In deze tweede helft, nu weer van de rechterkant. Peters. Tamata. En de vierde hoekschop voor Tamata.
Schoenaker bij de eerste paal, tussen drie hier ingeklemd. Daar komt hij, Tamata. Lawrence komt weg. Peters. Spelbos. Met God. Brands was het natuurlijk, dit is met God. En Van Dijnsen moet even terug. En nog een keer. Van Dijnsen dus. Grealish. De bal bezit voor Peter. Goed, we hebben enige tijd gebivakkeerd op de helft van Ierland. Wordt nu tijd dat de Ieren dus weer het initiatief overnemen. Brady. Baas richting Lenken. Hij kwam van de tepel en dat was iets te ver. Ja, dat is kopbal over in principe. Ieren wilde Wijnstekers zijn bal bezit brengen, dat mislukte. Newton. Grealish. David O'Leary. Het hoofd van Van Dijnsen. Grealish. Lenken komt aan de rechterkant. Hier. Weggehaald. Doet met God. Lenken opnieuw. Grealish. En Tamata. Overtreding van Grealish. En de vrije trap. Tony Grealish, speler van Luton Town. Thijssen. Tamata. Overtreding opnieuw van Lenken. En Tamata vraagt duidelijk om behandeling. Maar mag hij niet krijgen van de Deense scheidsrechter. De trap komt van Dijnsen. Daar is Van Mierlo. En daar is Peten. Ja, goed gereageerd van kwam naar de bal toe. En toucheert die bal bijna genoeg om die langs Peten te krijgen. Tamata wordt aan de zijlijn behandeld voor de blessure. Nederland even met 10 man. Lenken. Overtreding van Wijnstekers. En Van Dijnsen in de slag met Lenken. Brady, kort. En nog eens. Goeie trap. Weggehaald, Brands. Verder getrapt van Dijnsen. Buitenspel of niet? Nee, niet. Dan komt Daly en daar is Hiele. Toppel. En de kans nu van Daly. Haalt die bal de doellijn weg. En redt ook nu. Knap gekapt van Thijs. Nou, schitterend gespeeld van Brons Thijs daar in de hoek, dat is duidelijk. Newton. Cruciaal moment bij het begin van de tweede helft. Eerste mogelijkheid voor Ierland na rust. Was een hele goede ook. Nederland ging uitverdedigen, stapte naar voren toe om het eindje met Metgold voor buitenspel te zetten. Dat was het blijkbaar niet. En toen moest Hiele in duel met Daly en het verloor hij. Maar toen was Thijs er. Helaas geen herhaal ik me dat moment. Daly buitenspel. De trap is genomen, met God.
Pirlo. Met Piers O'Leary op zijn rug. De kans voor Van Wierlo misschien. Ja, Tamate kan scoren. Hij doet het ook. Simon Tamate brengt Nederland dan op 1-0 in de 12e minuut van de tweede helft. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een bijna onmogelijke goal is. Het was Van Wierlo die doorging. Naar die actie met Schoenhaker in de hoek. En Tamate kent die bal na het doorzetten van Van Wierlo voor zijn voeten en tikt in. Het is 1-0 voor Nederland. En na die eerste helft is dat eigenlijk volkomen tegen de verhouding in. Ook nu zie ik geen herhaling van het doelpunt. Nederland moet verder. Dat is uit geweest. Nou, daar komt Nederland dan toch aan dat doelpunt. Waarop zo gehoopt was. En waarop eigenlijk na die eerste helft niet meer was gerekend. Dan moet ik daar wel aan toevoegen dat de start van de tweede helft beter was. Dan een groot gedeelte van de eerste. Er waren immers 4 hoekschoppen en ook 3 kansjes voor het Nederlands team. En dan plots die goal, die simpele goal van Tamata. Laurensen. Van Dijnsen. Thijssen. Tamata. Ingreep van Lenken. De bal vroeg weg bij Frans Thijssen. David O'Leary. Stapleton en Brandt. Inwoner van Daly. Brady. Voorzet van Lenken, erg ver. Kippens. Weggetrapt Spelbos. Nog eens Kippens. En Wijnstekers, correct. Schoenhaker. Wijnstekers. Peters. Schoenhaker, aan wie? Van Dijnsen corrigeert dat. Thijssen. Van Dijnsen. Tamata. Peters. Op rechts ligt de opening. Bij Wijnstekers. En ook bij Van Wierlo nog. Van Wierlo. Op snelheid. Verloren van Newton. Brady. Paas ineens. Richting Stapleton. Met God. Peters. Van Thijssen. Tamata wachtend op links. Schoenhaker. Een heel belachelijk in uw beeld zag u even hoe Van Wierlo aangeslagen gehurkt had. Nu kan hij de paas krijgen van Peters. En zo speelt Nederland nu rond, met God. Misschien dat die goal dan die zo nodige rust brengt in het Nederlandse spel. Van Dijnsen. Met God. Tamata. Brandt. Peters. Ingreep Piers O'Leary. En Van Wierlo. Van Wierlo met Twilies achter zich. En Peters. En Van Wierlo en Schoenhaker. Het is balverlies over en weer. Newton. Spelbos en een zware overtreding van Daly. Ja. Ik zou maar consequent zijn ook daar het geel voor geven, maar dat gebeurt niet. Hier, Jerry Daly was de dader. Van Dijnsen. Thijssen.
met God. Brent Stekers. Piers O'Leary. Newton. Brady. Lawrence. Giffords is de bedoeling. Giffords is vrij. Zijn voorzet. Stapleton. Die bal wijd in achter. Overname van Dijssen. Peters. Richting Tamata. Buitenspel van Simon Tamata. Brady. Hoofd van Peters, Tamata. En Peters en Thijssen samen. En Stapleton. En de overtreding. Obstructie. Schoenhaker werd trouwens geblesseerd erbij aan zijn rechterknie. U ziet dat, maar de vrije trap is van Ierland. Schoenhaker mag niet bezorgd worden. Het spel gaat verder. Lenken. 10 Nederlanders. Ingreep. En Piers O'Leary. Jerry Daly. Grealish. Waar is het schot? Daar is het schot. En van Hielen. Henk Joop Hielen. Op het schot van Tony Grealish. Daar de herhaling. Grealish schiet. En Hielen. De hoekschop. En aan de kant staat Zwartkuis met het bordje 1 in de hand. Het is niet duidelijk waarom. Misschien omdat Schoenhaker nog steeds geblesseerd ligt. Want het bordje 1 komt wat komisch voor. Ja, het gaat om die Schoenhaker, dat is duidelijk. Zwartkuis gepaard dat er gewisseld moet worden. Omdat die knie van Schoenhaker geraakt is. Jan-Peter was in discussie met Seurtsen. En Schoenhaker gaat weer zitten. En Stadion zat op zijn kop. En het is Willy van der Kerkhof die zich langs de kant gereed maakt om dan in te vallen. Inmiddels heeft Nederland ook het bordje met het nummer 8 kunnen vinden. Oftewel, Schoenhaker gaat eruit. Willy van der Kerkhof, de man die eigenlijk... Evenals zoveel anderen, 9 anderen om precies te zijn, was afgedankt. Althans, hij had de vorm van de dag niet heten officieel. Werd opgeroepen omdat Piet Wildschut ziek was. En hier is hij dan toch, Willy van der Kerkhof, zelfs Schoenhaker, met Kessel en Van der Akker, afgaat. Willy van der Kerkhof dan meteen de oudste Nederlandse speler op het veld. Hij wordt volgende week dinsdag 29. En heeft nu dus zijn 40ste interland. En tevens ook de meest ervaren speler van het Nederlands team. David O'Leary. Spelbos. Grealish. Newton moet Zeeman kwijt. Newton. Correcte sliding. Van Spelbos. Het is voornamelijk meer spannend dan fraai. Newton. Richting Stapleton. De kans van Lenken. Die bal is nog niet achter. En nu dan wel. Doeltrap. Ja. Ik was ervan overtuigd dat het een doeltrap was, maar de hoekschop wordt toch gegeven. Hoekschop van Brady. Iedereen terug voor de neus van Joop Hielen. En Tamata. Krijgt de gele kaart. Je ziet het niet. Niet in beeld. Het geel is inmiddels al in de lucht geweest voor Tamata. Naar het brand van de eerste helft de gele kaart kreeg. Omdat Tamata niet voldoende afstand zou hebben genomen. En Tamata provoceert ons met Peter samen. Dan komt die hoekschop. Weggehaald. Een nieuwe. Dat is het hoofd met God. Zo, nu kijkt naar brand.
De 21ste minuut van de tweede helft. 1-0 voor Nederland. Hoekschop Brady. En de kans gemist door Lawrenson. En nu wel een doeltrap. Nog eenmaal die hoekschop van Brady. Daar komt Lawrenson inlopen. En stond op zijn verkeerde been. Hiele. Wind tegen. En weer balverlies. Newton maakt vaart. Daly. Met gotrap weg. Zomaar. David O'Leary. Grealish. Buitenspel, dacht ik. Maar het is nauwelijks van belang met hem. Hiele. Opnieuw met die wind. Hilton. Hier is Markuijs. Eindelijk ziet u hem dan, terwijl hij al de hele wedstrijd uit de dugout is geweest. Schreeuwend naast een jonge ploeg. Tamata. Peters. Van Dijnsen. Tamata gaat diep, Willy van der Kerkhof is er al. Te moeilijk, Tamata toch. Maar dan, Grealish. Wijnstekers. En Newton. Met vallen en opstaan. Lengen. Overtreding van Brandt. Die de bal wegtrapt en al een gele kaart heeft. Dat lijkt me dus ergens kant. Vrije trappen snel genomen. Brandt opnieuw en doeltrap. De teruglopende man is Brady. De trap van Methof. Ook nu wordt die bal gevangen door de wind. Methof opnieuw, daar. Tamata. Brady, Lengen. Brady, Peters. Sterk. Brandt. Bieden door. Lawrence pikt op. Brady. Brady nog steeds. Maar ook hij weet dat het vol is daar achterin. En ook voor Ierland komt er in het spel technisch opzicht weinig fraais. En ook weinig echt zelfgecreëerde openingen. Martin Vrijzen, Pierre Vermeulen en de trap. De trap van Hiele gaat uit, opnieuw door de wind. Mijn monitor is inmiddels uitgevallen en ik hoor wel van de Hilversum of hij nog wel beeld heeft thuis. De trap van Piers O'Leary, richting Stapleton. En Hiele. Van Dijnsen. Thijs Even. Piers O'Leary. Tamata. Combineren met Willy van der Kerkhof. Daar komt hij. Met Van Dijnsen achter zich. Van Dijnsen. Richting Tamata. Daly pikt op. Daly loopt zich klem. En het schot. Dat was van Benny Wijnstekers. En dat was zonder gevaar. Nog ruim 18 minuten, stand nog steeds 1-0 voor Nederland.
O'Leary. Gekopt. Stapleton. Met God. Van Mierlo. Rint aan maat aan de linkerkant. En Van Mierlo op snelheid. De rugdekking van O'Leary. Lawrenson. Brady. O'Leary. Ingreep van het spelbos. Newton. Brady. Lawrenson. Newton. En dan straks maar weer de hoge trap, neem ik aan. Brady. Naar het erg volle centrum. Pijnstekers. Tamata. En die trappen van Hielen vragen duidelijk aandacht van de Nederlandse defensie, omdat die wel vaak terugwaait. David O'Leary. Brands. Brief van de Kerkhof. Opnieuw Brands. En Tamata. Tamata. Met Lenken bij zich. Van Dijnsen. Buitenspel. Zegt de grensrechter. Die staat nog steeds te plakken. En nu fluit Seurtsen. Ja, daar was natuurlijk geen buitenspel, maar goed. Pierce O'Leary. Givens. Het spelbos. Overtreding van het spelbos. Spelbos en Brands die samen een soort Engelse avond beleven. Daar lekker in het centrum staan te wachten tot die hoge ballen komen. En dan weer goed gebruik maken van kopkracht en lengte. Een kwartier nog. Newton. Kopstoot van Givens. Zonder gevaar. Hielen. Opnieuw de wind. Wijnstekers en Willy van de Kerkhof. Grealish. Givens. Brady. Nu kan het. 1-2 met Stapleton. Brady. En de herring van Metcalf. Dit was een andere oplossing dan de hoge trap. Dit was een 1-2 combinatie hier. Brady. Stapleton. Brady. En daar is het linkerbeen van Metcalf. Aansluit op de hoekschop. Hielen is eruit en de kant op de vrije trap. De vrije trap voor Nederland. Brands voelt aan zijn hoofd. En Hielen mag nu doorgaan. En telkens weer balverlies bij dat in het spel brengen van de bal. Als Hielen daar wat moet gaan doen. Het is ook erg lastig met die nu felle wind tegen. Lenken. O'Leary. Dat was David. Dit is Piers. Zijn broer. Van Dijnsen. Nederland blijft opgesloten zitten. Grealish van ver. En Hielen. Hij zag het naast staan. Nog eenmaal een schot van Grealish. En Hielen die goed kijkt. De trappen van de grond worden nu door Metcalf gelopen. Die komt inderdaad wat verder. David O'Leary. Willy van de Kerkhof. Jan Peters.
en Benny Wijnstekers. Van Mierlo kan diep. Van Mierlo. Tahamata. De kans van Simon Tahamata. En? Geen doelpunt. Gevaar nog niet weg. Willy van der Kerkhof. En zo plotseling toch weer een nieuwe kans voor Nederland. En opnieuw was het Simon Tahamata. Thijssen. Van Dijnsen. Tahamata. Van Dijnsen. Brands, tekort. En Stapleton. Brady en dan komt Peters. Doet het correct. Van Dijnsen. Een lange bal aan wie? Piers O'Leary. Nederland opnieuw terug. Met zijn totale elftal. Newton. Schitterend vrijgespeeld. Het vervolg. Evans niet van spelboswasser. Brady. Grealish. 1-2. Het Stapleton. Grealish en de kant van Daly. En het doelpunt. Doelpunt. Jerry Daly. 12 minuten voor tijd. Daar de 1-2 met Stapleton en Grealish. En die bal kaapt voor de voeten van Daly. En het is 1-1. Nogmaals die goal. Stapleton, Grealish en dan de carambol. En nu is Hiele echt kansloos op die inzet van Daly. En er staat 1-1. En dit is Tony Grealish, de man die de actie inzette vanuit die gelijkmaker rondstop. En ook Brady is blijkbaar enigszins aangeslagen. En hoe het ook draait omkeert, terwijl hier Jerry Daly nageniet. Het is onder meer een verdiende gelijkmaker, om het Ierland gewoon een uur en een kwartier lang al het werk heeft verricht in aanvallend opzicht. En de meeste kansen heeft gekregen. Niet briljant, dat zeker niet. Maar toch, 1-1 is gerechtvaardigd, althans in mijn ogen. Een invaller, althans hij loopt zich warm. Vervolgens nog krijgt iedereen bij Ierland weer zijn opgelapt. En zo wachtte Nederland nog ruim 10 erg moeilijke minuten. Hiele. David O'Leary. Van Mierlo. Tahamata. Tahamata nog steeds. En nu bal verlies en de overtreding. De trap is genomen. Brady. Langs Peters. De opening op Newton. Newton met Wijnstekers voor zich. Rijdt weg. Weer een 1-2. Hubert Kippens. Weghaald met God. Nieuw Kippens. Lawrence. Opnieuw met God. Piers O'Leary en buitenspel, grensrechter. Buitenspel van Newton. Wordt niet voor gevlacht en gefloten. En de kans van Brady. Appel voor Hens. Weggehaald, Brands. Peters. Een heksenketel nu. Ik zei het al eerder. Niet fraai, wel spannend. Tot het einde nu. Hiele. En de bank van Ierland. Lenken. Grealish. Brady. Wijf op de been. Ja, vrije trap is toch gegeven. Het zijn voor iedereen om weer bij elkaar te kruipen daar rond de 16 meter lijn. Brady. Het hoofd van het spelbos.
van Mierlo. Balverlies opnieuw. Buitenspel is nu wel voor geplakt. En nu ook gefloten. Brady opnieuw, met Grealish, het hoofd van Peters, en nog eens, over en weer. Tahamata, van Mierlo, verliezend van David O'Leary. Newton. Meegegeven van Piers O'Leary. Grealish. Lenken. Brandt even, maar toch misschien de ruimte. Daly. Nieuwe overtreding. Van Wijnstekers. Een vrije trap op een meter of 19 van het Nederlandse doel. Brady voor Ierland met de bal. Terwijl Sørensen die muur op afstand zet. Brady richting Lawrensen en het doelpunt. Lawrensen scoort 2-1 voor Ierland. En een schitterende vrije trap van Liam Brady. Ingekopt door Mark Lawrensen. Verhaling. Spelbos alleen aan de linkerkant met drie mensen. En Lawrensen kan inkomen en scoren. Hier de man met de paard. Nog eenmaal. Kijk, Spelbos met drie mensen. Voor het randje van buitenspel trouwens. Zo Lawrensen inkomt. Maar het is 2-1 voor Ierland. Onomstotelijk. En dat op 5 minuten voor tijd. Van Mierlo. En Peter. De vreugde op de tribune en begrijpelijk omdat Ierland eigenlijk... Hoe verwonderlijk ook, uit onwaarschijnlijk geslagen positie. Met zo'n aanvalsdrift toch terugkwam. En nu op 2-1 staat. Brandt. Brief van de Kerkhof. Van Dijnsen. Tahamata. De voorzet. En de kans op Peters. En weggehaald opnieuw door Lawrensen. De bal voor het doelpunt. Van Tahamata, Peters zit wat mis. Het inkomen van Jan Peters en het weghalen van Lawrensen. Wel de hoekschop. Iedereen mee naar voren van de Nederlandse kant nu. Tahamata. Wijnstekers. O'Leary. En Willy van der Kerkhof in de positie van laatste man plotseling. Een opening die geen opening is. Een Liam Brady die zijn tijd neemt. Newton. De trap van Lawrensen richting Daly. En Joop Hielen, een goede debutant, dat zeker onder erg moeilijke omstandigheden en waarschijnlijk totaal gedesillusioneerd nu. Brady, Wijnstekers, bijna die overtreding.
Stapleton. Komt er nog meer? Nee. Nederland mag verder. Thomas Stapleton niet veel waarschijnlijk. En nu de vrije trap voor Nederland omdat Hiele werd gehinderd. Hiele. Lawrence. Stapleton. Brady Stapleton. Spelpost door de benen gespeeld. Daarna de overtreding. Vrije trap Ierland. Vrije trap is genomen. Brady. De bal is niet achter geweest blijkbaar. Willy van de Kerkhof. Met God. Opening op brand. Van Dijnsen. Ineens. En David O'Leary. Gibbons. Of Stapleton was het. Maar het wordt nu Hiele. Ja, het was aardig. Hiele dacht dat er voor buitenspel was gefloten. Bracht die bal daarom terug. Naar de plaats waar de buitenspelvuurmaat die plaats vond. Maar dat was niet gefloten. Het loopt goed af nu. Ingreep van Newton. Willy van de Kerkhof. Peters. Willy van de Kerkhof. Vrij trap voor Nederland. We zitten in de voorlaatste minuut van deze wedstrijd. Met die stand van 2-1 voor Ierland. Peters. Met God. Vrijheid voor Willy van de Kerkhof. Kan het nog? Nee. Lengen voor Ierland. En Peters. Van Peters. Gekopt Stapleton. Met God. Brand. De lange trap richting Van Mierlo. Willy van de Kerkhof. Tamata. Die toch wint nu. Van Lengen. Binnendoor. Op Thijssen. Met Lawrence voor zich. Thijssen. Het duurde te lang. Peters. Buiten spel van Thijssen nu. En terecht voor gevlacht en gefloten. De vrije trap moet nog genomen worden. Van Seurensen. En Peter die al zijn tijd neemt, terwijl de tribunes feestvieren. Lawrenson. Peter dan uiteindelijk. Spelbos. Brady. Willis gaat de diepte in. Maar Brady speelt zuinig. Newton. Buiten spel van Willis. Tijd nu. Terwijl het publiek juicht en de mensen het veld opkomen, maar de wedstrijd gewoon doorgaat. Met de kans misschien. Nee, Lenken begrijpt dit. Het publiek gaat nu weer het veld af. Je ziet links en rechts wat jongetjes lopen over het scherm. Van Dijnsen. Seurensen laat doorspelen. Opnieuw Van Dijnsen. Tamata. Brands ineens. Weggehaald door O'Leary. En dan fluit Seurensen af en kan Dublin hier feest gaan vieren. Het Nederlands voetbalteam met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar en 4 debutanten heeft na 90 minuten slecht voetbal, laat dat voorop staan, verloren van Ierland. En hoe spijtig die conclusie ook is, in mijn ogen is die nederlaag terecht.
Nederland kwam eigenlijk min of meer bij toeval via Tamata op 1-0. Maar werd door een wilskrachtig stormend Ierland alsnog verslagen. Geen fraai voetbal. Wel kracht van dit Ierse team. Dat nu inmiddels al in deze groep 2 van de voorronde van het wereldkampioenschap 4 punten heeft verzameld. En Nederland hier met 0 punten uit 1 wedstrijd achterlaat. Daar gaat Jan Zwartkuis. Hij heeft gezegd, moet ik nog een beroep doen op de routiniers? Dat zal uit deze wedstrijd blijken. Hij zal vanavond zeker nog zijn conclusies moeten trekken. Nederland heeft met 2-1 verloren. 1-0 Tamata en 2 goals voor Ierland van Daly en van Lawrenson. Dat is de toch wat trieste conclusie van het Nederlands voetbalelftal hier vanavond in Dublin.